Doe je schoenen uit van Hans Zomers. Hans, de nieuwe productie, hij is helemaal geweldig. Hè? Ja, ik moet in, nou, je ziet het ook aan me. Ik zit helemaal mee te doen, helemaal mee te stralen. En ja, dit is een zomerhit. Dit is rock'n'roll. Gooi je schoenen uit en dansen. En we hebben het zo ongelooflijk hard nodig in dit landje. Dat we weer eens een klein beetje blij worden. Weet je? Ja. Dat we gewoon weer eens een keer ontspannen kunnen zijn. Niet aan al die ellende. Gewoon lekker muziek luisteren en ervoor gaan. En je zegt zo blij worden, hè? Blij worden. Blij worden. Ja. Je bent blij, hè? Ja, absoluut. En dat is ook een perfecte link naar onze volgende gast aan de telefoon. Oké. Okay. Tinus van der Weijden. Hallo, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Want jij bent ook blij, hè? Ja, waarom ben je zo blij? Ja, omdat mijn nieuwe single uit is. En dat hier wat ik gebruikt word. En dan word ik heel blij van. Ja. En die single heet ook Ik Ben Zo Blij. Ja. Je eerste plaat of al een plaat die al de opvolger is van een andere? Ja, het is mijn derde of vierde single. En wie maakt dan die platen voor jou? Deze is vervolgens nog door Henny Dijssel gemaakt. Mm-hmm. En hoe kom je dan in contact met Henny Thijssen? Want Henny Thijssen is toch niet zo'n man waar je zomaar eventjes op een achternamiddag tegenaan loopt? Nee, ja. Kom maar via een eentje van mij kwam ik hem tegen. Ja? Ja, die is ook wel aardig een man, dus hoor. Bijzonder in gesprek. Nou, een bijzonder aardige man. En hoe ontstaat dan zo'n liedje? Ik ben zo blij, zo'n idee om zo'n plaat deze titel te geven. En is dat dan een voorstap naar naar een album misschien? Of denkt Tinus daar nog niet aan? Nee, ik ben nog bezig met wat singles. Dat ik eerst een beetje bekendheid wil hebben voordat ik een album ga maken. Mm-hmm. En hoe is het begonnen dan met Tinus, met zingen? Want ja, ergens moet er een begin zijn natuurlijk. Ja? 20 jaar geleden begonnen, toen ik een tijdje geleden met werk. Mm-hmm. En de laatste paar jaar moet ik een beetje op kunnen gaan. En hoe ontdek je dan dat je aardig kunt zingen? En of wie maakt daar dan het voortouw van dat je daar wat mee moet gaan doen? Ja, ik eigenlijk gewoon zelf. Ik kan zelf mm-hmm. Ja. Tinus, mag ik wat vragen? Je spreekt met Hans Zomers, hallo. Ja. waar kom je vandaan? Ik kom uit Koevoorn. Uit Koevoorde, oké. Okay. Ja, ik ken Henny natuurlijk heel erg goed. Hè. Mijn productieteam, Gabi Deerne en Kobi Vermeulen, hebben ook regelmatig producties gemaakt. En dus ik was een beetje nieuwsgierig. Ik denk, maar Koevoorde, hartstikke goed. Leuk. Maar dat ligt niet bij Rotterdam, hè? Dat ligt een eind van Rotterdam. Ja, dat eentje. Ja. Ja. Maar goed, Tinus, album zit er nog niet in, dus op korte termijn? Nee, ik ging eerst nog een paar singles maken. Ik ben nu met Edwin Hoeflaken bezig. Ja? Ja? Dus zo wil ik eerst even een paar stappen verder zetten. En heb je daar al een titel voor die nieuwe single, of moet je daar nog aan gaan denken? Nee, dat moeten we nog aan denken. Oké. Dat wordt wel een zomerse single, augustus, want daar zitten we in de zomermaanden. Ja, dat wordt nog een beetje zwinger. Een beetje zomerse. Oké. Okay. Ik ben zo blij. Wij gaan beluisteren naar Tinus van der Weijden en zijn nieuwe productie. Ik ben zo blij. Tinus, ik ga jou danken voor jouw gesprek. Ja. En zodra we wat meer horen en wat nieuws horen, dan gaan we daar weer aandacht aan geven. Oh, super, hartstikke leuk. Oké. Tinus van der Weijden en ik ben zo blij.